Ajax dat zo dadelijk de tweede groepswedstrijd gaat spelen tegen de koploper. Want die maakte 4 doelpunten. Kregen er 2 tegen in de eerste wedstrijd tegen Juventus. Gladbach dus. Een duel zal zijn waarin je bij winst toch vrijwel zeker bent van de halve finale. De opstelling van Ajax is, als je het vergelijkt met die eerste wedstrijd tegen Pachuca, op 2 plekken gewijzigd. Live Oldenstam en Avery Appia staan in de basis. Appia draagt ook de aanvoerdersband. Peters raakte geblesseerd in die eerste wedstrijd, zit ook niet meer op de bank. Wie dat wel nog zit, is de andere man die is vervangen, Don O'Neill. Verder dus dezelfde namen in het team van Rozen. Hoofdcoach is er ook bij, John Heitinga. En zo komt eigenlijk iedereen binnen de club wel langs in het weekend om naar dit toernooi te kijken. Een echt begrip. Faberski, hard, verrassend ook. Met 1 vuist, Stollenwerk. Oekwu probeert de fysieke strijd aan te gaan met die sterke spits, Winsley Boteli. Dat Gladbach voor de counter ging na dit moment. Het moment dat Faberski voor het eerste schot tussen de palen zorgt namens Ajax. Asirov. Duik naar binnen, strak voorgegeven. Niemand die er tegenaan kan lopen. Wel wat gevaar voor de goal van Sedford. Het was een heerlijke dag. De coach van Gladbach, Nadidai, besluit ook als de zon vertrokken is, gewoon nog het shirtje met de korte mouwen aan te houden. Dat. Boteli. Een van de makers van de 4 doelpunten in de eerste wedstrijd van Gladbach. Pogingje met de nadruk op het verkleindeel van het woord. Voor Heitinga is het een rustig middagje. Niks smijten met krachten, smijten met handtekeningen. En die worden ook echt flink uitgedeeld. Leuk ook om te zien dat de jeugd hier, maar ja, zeker dus ook de volwassenen blijkt. Wat zal dit voor zo'n lief zijn? En daar de kopbal van Ebite. Niet zo mooi en sterk en goed als zijn kopbal in die wedstrijd tegen Pachuca, die zo knap binnenging. Vrij trap Faberski. In 1 keer! En lekker ook zeg! De Pool breekt de ban. Ajax op voorsprong via Jan Faberski. De jongen die 3 zomers lang zijn vakantie opofferde om naar Amsterdam te komen en een stage af te dwingen. En niet altijd was hij succesvol, maar uiteindelijk wel. Deze zomer lukt het hem. En groeide die uit tot een van de dragende, aanvallende spelers van Ajax onder 17. En hier bewijst hij dat door een vrije trap binnen te krullen in de korte hoek. Doelman Stollenwerk. Compleet verrast. Misschien wel eentje voor de toekomst in het eerste elftal. Wie zal het zeggen? Er lopen er toch altijd bij iedere Future Cup 1, 2 of zelfs meer rond die dat eerste elftal van Ajax halen. Kenenwolf is er voorbij en daar laat hij zien wat hij kan. Kenenwolf. Het mocht even duren voor we het echte niveau van Wolf konden zien. Hier begint hij aan een actie en is hij succesvol zoals hij dat kan zijn als hij aanstaat, zoals zijn coach dat zegt. Versnelling, tegenstander fysiek, te slim en te sterk af zijn en vervolgens hard en vastberaden binnenschieten. Het is ook meteen zijn laatste actie van deze wedstrijd. Hij wordt door Rozen gewisseld. Dat is wel even lekker de dag afsluiten, zeg, voor Kenenwolf. Zijn voorbeelden zijn Neymar en Ronaldinho. Hier zagen we voor het eerst deze Future Cup even een glimp van dat wat hij zou kunnen gaan laten zien. Misschien wel van datzelfde niveau. Glijpartijtje. Kan gebeuren, maar het levert Ajax wel een kans op. Ebite. Wil het op een hele mooie manier doen.
Houdt de bal wel knap binnen. Cedra Gebieten, daar de overtreding gemaakt. Door een flink balende Sinan Hinsman. Ouazane, en dan gaat die bal tegen de lat. Stollenwerk kijkt hem er tegenaan. Komt daar goed weg. Hij trapte die bal, Ouazane. Dan wordt hij aangeraakt door de muur. En Van der Graaf is dan nog het dichtst bij. Al wordt hij via zijn hoofd ook nog weer door een Duitse verdediger aangeraakt. En dan zit het erop. Deze eerste dag voor Ajax op de Future Cup. 2 maal een 2-0 overwinning. 2 maal ook zonder heel overtuigend te spelen. Zo af en toe een geniale ingeving. Een mooie trap van Faberski. Leuke solo van Kenen Wolf in deze wedstrijd. Bieten de man van de eerste wedstrijd tegen Pachuca. En dan ziet het er voor Ajax in deze groep heel rooskleurig uit voor wat betreft het vervolg. Morgen de laatste groepswedstrijd tegen Juventus. Gefeliciteerd Dies, 2 wedstrijden gespeeld, 2 gewonnen. Deze was een beetje moeizaam wel, hè? Ja, dat klopt. Deze was iets lastiger dan de eerste wedstrijd. De eerste helft begonnen we goed, vond ik. We waren de bovenliggende partij. Daarna een beetje moeite gehad met de switch naar de tegenstander die 4-3 speelde. Maar uiteindelijk de grip gepakt. En dan Jan Faberski met individuele kwaliteit die hem zo erin knalt. Dat is lekker. En daarna scoor je heel gauw met een counter, een goede goal ook weer. En dan is het gewoon volhouden, toernooivoetbal. En dan staat er weer 2-0 op het scorebord. Dus dat is lekker. Ja, want die vrije trap van Jan, die spreken we zo, maar die brak wel de wedstrijd open. Dat was even nodig, denk ik, ja, hè, zoiets? Zeker, zeker. Je merkt dat ze dan toch iets sterker worden. Je bent zelf ook nog vermoeid van die eerste wedstrijd. Aantal jongens met pijntjes. Nou ja, goed, dan is het heerlijk als er zo'n goal komt. En die geeft gewoon energie. En dat zag je nu ook. Dus dat is top. En jullie de nul houden achterin, dat is ook lekker. Ja, zeker. Ik denk weer weinig kansen tegen gehad. En dat doen we goed dit seizoen. En nu ook weer op dit niveau. En daar ben ik trots op eigenlijk. Een succesvolle eerste dag. Hoe is het om de Future Cup te spelen? Ik denk dat jullie hier lang naar uit hebben gekeken. Ja, zeker. Ik kijk al het hele jaar kijk al die filmpjes terug van Ajax TV. Nou, dat is geweldig dat je hier mag staan. En dan ook met die eerste wedstrijd. Dan zie je ineens de 2 tribunes voor. Dat is even kippenvel. Maar daarna is het gewoon iedere wedstrijd zoals die altijd is, zeg maar. Ja, hadden jullie een beetje last van de spanning vooraf? Ik weet het niet zo goed. Zo. Te veel gecoacht denk ik, nee. Maar vooral heel veel zin. Je merkt wel een beetje kriebels, maar gewoon gezonde spanning. Maar ja, deze ambiance, deze sfeer, dan ga je wel. Dat is heerlijk. Ja, je zei net, je hebt veel filmpjes gekeken. Hoe is het dan om hier zelf te zijn? Is het net zo als wat je op de filmpjes verwacht? Ik vind, als je de talenten ziet die daar hebben gespeeld, Robby, noem ze allemaal op, Matthijs de Ligt, noem ze allemaal op. En daar sta je dan zelf tussen. Ja, dat is best wel een besefmomentje en dat is best wel gaaf. Ja, nu zijn jullie het. Jullie kunnen zo meteen naar het hotel. Wat staat er vanavond op het programma? Volgens mij hebben we nog een bespringetje, een dinertje en dan hebben we een vrije avond. Dus ik ben benieuwd hoe die ingevuld gaat worden, maar dat zien we wel. Maar in ieder geval even rustig aan, want de benen die voel ik wel. Dus, ja, dat kan ik me voorstellen. Morgen laatste poolwedstrijd tegen Juventus. Gaan jullie daar vanavond nog naar kijken, denk je? Ik denk het wel, of morgen. Dat zien we allemaal wel. Eerst even nu verwerken, even... herstellen zeg maar en dan weer de volgende wedstrijd naar Juventus. Jan, congratulations with the win, with the victory, but especially with your goal. What a beauty! Thank you so much. I also appreciate the goal. Was for me was really good also the goal. It was a good moment, exactly the right time because it was a bit of a tough match for both of you. Eh? Yeah, it was tough. The opponent was really good also. I felt like we had like in the second half it was like 50-50, but we had a bit more ball position. But yeah, it was a difficult game, so it was good. Tell me with the free kick, did you see the goalkeeper was on the other side of the goal? Yeah, I saw the goalkeeper going to the. He thought I'm gonna cross the ball to the box, but you know what? I'm gonna score. I saw he's on the left side. I had a lot of space, so I thought I'm gonna go for the goal. Are you a specialist? Especially for free kick. Are you a specialist in free kicks? Yeah. Yes. Little bit. Yes, I have. Now I have 3 free kicks in Ajax. So yeah. How's the tournament so far for you personally? I think really good. Also for the team, but for me, first game was okay. Second was much better.
I think I showed myself good and yeah, I'm happy with it. What do you think of all the people here and all the atmosphere of the tournament? Oh wow, I never played by the tournament, never. Yeah, it's just so nice. All people here, tons of people, really nice. They support. If you score, wow, cheering up, wow. Yeah, it was really good. It's really nice. Is there some family of you maybe here? Yeah, my three brothers, they stay here. My dad and my mama, so, and my grandma, so. Yes, a lot of love, and I'm really happy they are here also. Oh wow, that must be a very special feeling. Yes, they can see me after a long time, so yeah, it's really nice. And this is so big tournament, so yeah. Yeah, it's good. So and then you won the two games. Third game of the group tomorrow. Are you going to look forward it in a relaxed way or? Yeah, first I'm gonna relax, but from tomorrow I have to think about Juventus. We also have to win. If we win, we have easier opponent in a semi-finals. Yeah, so that's gonna be. Yeah, we have to win. That's our goal. So to win everything. You closed the first day as a winner of the group. Yes. That's also good. I think we played really, really good matches. Yes, we did everything what the trainer was talking about. So much, how you say it, intensiteit. Yeah, it was hoog. Yes, and I think we did it, so we are very happy. Yeah.